Van Leeuwen. Van Leeuwen? No. Van Leeuwen. Van Leeuwen. Goedemorgen jongens. Het is zaterdagochtend. Ik heb lekker geslapen. En nu gaan we donuts halen bij Peter Pan Donuts. En daarna gaan we naar Dumbo samen met Ray en Daphne. Want daar heb je gewoon echt het allerbeste uitzicht op Manhattan. En ja, dat is heel leuk. Kijk jongens, hier heb ik dus ook 2 maanden gewoond. Dit is echt een mega bekende straat in Dumbo. En hier worden echt zoveel fotoshoots gehouden. De hele straat staat nu ook echt vol mensen die foto's aan het maken zijn voor hun Instagram carrière. Including me. Als je dus naar New York komt, moet je sowieso een keertje naar Dumbo gaan. Alleen al voor het uitzicht, maar ook voor de cookies die we nu gaan halen. Cookie! Oh, cookie, cookie, cookie. Beste cookie in de hele wereld. Ik heb een hele leuke dag gehad en morgen moet ik weer vroeg eruit voor iets heel tofs. Ik ga namelijk een video opnemen. Maar daarom ga ik nu dus slapen en zeg ik doei! Welkom bij Paskamerpret met Marije. We zijn in een tweedehands winkel en we hebben wat leuke spulletjes uitgezocht. Lijkt allemaal leuk en aardig, maar ik weet het niet. Nee, nee. Toch een beetje te veel Kees van Volderen. Ik praat nog een beetje zachtjes, want ik vind het toch wel awkward. Deze high-waisted bij de pijpen, maar nee, ik voel hem niet. Het zit zo strak. Dit is het ook niet helemaal, hè? Nou, dit was duidelijk een vergissing. Want die krijg ik niet eens dicht. Ja, nee. Nee, nee. Jammer, jammer. Nou, dat was maar een hele korte paskamerpret met Marije. Laat even weten als je dat vaker wil door de hashtag... Door de hashtag... #kpapa. Paskamer... Pret. Ja, paskamer. Laat even weten of je het vaker wil zien door de hashtag Paskamer. Paskamer? Paskamerpret te gebruiken. Ik heb trouwens een patatje. Een patatje? Ik heb trouwens een partijtje champagne problems. Ik heb namelijk gisteren gesport. En nu net zat ik heel tot zo door die rekken, zeg maar, met deze arm. En nu is die echt helemaal zo lam en doet die echt vet zeer. Het gaat heus niet allemaal over rozen en maneschijn hier in New York hoor. Het is hard werken. Oh ja, het is trouwens best wel een aanrader. Crossroads in Williamsburg. Grote winkel, hebben ook best wel veel merken en zo. En best wel mooie spullen. Dus als je in Williamsburg bent en je wil tweedehands spullen kopen, dan ga erheen. Ik zit dus helemaal alleen bij Chloe. Die hebben nu ook een vestiging geopend in Williamsburg. Want ik moest natuurlijk deze trip wel mac and cheese eten. Maar liever natuurlijk vegan. En die hebben ze hier. Jam, jam. Dit is mijn appetizer voordat ik straks hamburgers ga eten. Yes. Je wordt een mens toch gewoon gelukkig van. Ik ken ook van die mensen die niet van eten houden. Ik snap dat dus niet. Ik ken dus 1 iemand die eet echt alleen maar omdat hij gewoon af en toe moet eten. Omdat hij dan honger heeft. Maar verder niet omdat hij het lekker vindt. Dat gaat echt... blows my mind. Oké, ik ben dus nu bij Umami Burger. En de Impossible Burger heb ik toevallig 1 jaar terug, denk ik al, een artikel over geschreven voor Women's Health. Omdat dat een vegan hamburger is. Die moet zo realistisch op vlees lijken. Dus echt met bloed en met vet en zo. Echt die dingen die je echt in een normale vleeshamburger hebt. Die hebben ze dus ook geprobeerd in een vegan hamburger te krijgen. Het is helemaal in een lab ontworpen. Ik kan echt niet wachten om die te proeven. Dus dat ga ik nu eindelijk doen. Hallo! Nou jongens, dit is hem dan. Kijk eens even. Helemaal zo rood vlees met bloed en kaas. Oké, daar gaat hij dan. Fucking goed. Ja. serieus, deze burger is zo erg lekker. En het proeft ontzettend als vlees. Dus als je vegan bent en je mist de vleessmaak, dan moet je dit echt gaan checken. Ik mis niet zo heel erg vlees, maar het is wel heel erg tof dat het er is. Als je in New York bent of LA of volgens mij nog wel andere plekken in Amerika, probeer het. Nou, om de dag nog even helemaal goed af te sluiten, hebben we... How do you pronounce it? Whipped cream. Oh. Van Leeuwen. Van Leeuwen? No. Van Leeuwen. Van Leeuwen. Het is vegan ice cream. Ik heb peanut butter chocolate chip. Met vegan slagroom gemaakt van kokos. Zo lekker. Zo lekker. Super lekker. Super lekker. Ik bedacht me opeens dat Van Leeuwen helemaal niet zo'n speciale hotspot is, want het zit nu ook gewoon in Amsterdam. Hallo lieve mensen, ik heb de hele dag gefilmd voor een aparte video samen met Bo. Daarom heb ik dus eigenlijk verder niks gefilmd vandaag voor de vlog. Want ik ga natuurlijk geen dingen dubbel doen. Ik loop nu ergens. Ik weet eigenlijk niet waar ik loop. En ik ga heel eventjes naar een vriend van mij hallo zeggen in een club waar een soort van avondborreltje is. Het is nog maar 6 uur, dus het is een begin van een avondborreltje. Ja, dat heet zo. En het is mijn laatste avond alweer. Het is echt zo snel gegaan. Ik heb nog heel veel dingen die ik wil doen. Oké, nee, ik lieg. Ik heb nog heel veel dingen die ik wil eten. Maar ja, volgende keer maar weer. Wow. New York City. Wow. New York City. Hello, I'm with Arnaldo. Hi. What's up, guys? How long have you been living here? I've lived here all my life. I'm 28 years right now. You were born and raised? Yeah, born and raised here. Yeah. Oh, that's awesome. Yeah, it's pretty awesome. And it's still magical, this place? I mean, you tell me. I think so. Ik ben inmiddels weer terug in Greenpoint. En laatste avond, dus ik heb nog even een Fornino's pizza gehaald. Degenen die mij al langer volgen, die hebben misschien wel eens mijn video gezien over dat ik een week op pizza ging leven. Alleen maar pizza, ontbijt, lunch, avondeten, alles pizza, een hele week. En toen heb ik heel veel Fornino's gegeten, want dat vond ik serieus gewoon echt de allerlekkerste pizza. Ik eet namelijk nooit de korsten op van een pizza, maar van deze pizza wel. Hoe vaak zou ik al het woord pizza hebben gezegd ondertussen? Pizza, 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 pizza. Dus laatste avond, hier ga ik nog even vet van genieten. De pizza was intens lekker. En nu ga ik met dit uitzicht lekker slapen. Zo, het is mijn laatste dag alweer. Ik ga zo nog wat spulletjes kopen en dan gewoon lekker op tijd naar het vliegveld. Oké. Ik moet zeggen, ik heb echt geen zin om New York te verlaten. Maar ik heb wel echt heel erg veel zin om naar Max te gaan. Dus, all good, all good. Ik heb nog eventjes een briefje geschreven voor Jonathan, bij wie ik bleef slapen. En stroopwafels natuurlijk, de derde bus die ik hem geef. Hij is echt helemaal gek van stroopwafels. Ik denk dat dit heel veel over mij vertelt. Een perfect georganiseerde, totaal niet te volle koffer. Check deze yumminess. Het is een breakfast scramble met dus vegan ei, vegan cheddar, spinazie denk ik. En er zit ook nog eens worst in, chorizo worst. Ook vegan natuurlijk. En ik heb nog een vegan salade om mee te nemen in het vliegtuig. Want de heenreis in het vliegtuig was het eten echt niet te hakken. Zo vreselijk vies. Dus dan heb ik 8 uur echt honger geleden. Ja. Geef om dit kind. Jongens, ik ben kapot. Mijn vlucht is wat vertraagd inmiddels, een uur. En ik ben natuurlijk veel te vroeg op het vliegveld, want zo zit ik in elkaar. Dus nu heb ik echt nog heel veel tijd hier. En ik ben zo moe. Ja, tot zover de update denk ik. Ik ga meteen ook maar de vlog afsluiten, want ik zou niet meer weten wat ik er moet vertellen. Als je nog vragen hebt, laat het me vooral weten. Ik doe namelijk mijn best om altijd zoveel mogelijk mensen antwoord te geven. Dan zie ik je snel weer met een experiment. New York City. You left my heart in New York City.